In het Terpkerkje was er weer een expositie van 3 kunstenaars. Onze cameraman toog er naartoe en maakte de volgende beelden. Goedendag, mijn naam is Judith Wolters-Vonke en ik ben kunstenares en op het moment heb ik in het Terpkerkje in Eurmond een expositie. Hier ziet u werk wat van mij is. Dit werk dat heet Zo 2014 en het gaat over communicatie. Zo 2014, omdat dit werk in 2014 is gemaakt en het gaat dus ook over de communicatie uit het jaar 2014. Wat is nou zo leuk daaraan? Ik heb hem samengevoegd met een andere kubus. Een kubus die heet 50er jaren. En die gaat over de communicatie in de jaren 50. Wat blijkt nou? In de jaren 50 werd communicatie gemaakt door 20 tot 25-jarigen. En de communicatie die toen gemaakt is, daar zijn nog heel veel woorden van. Hè, de woorden die toen ontwikkeld zijn, zeg maar. Daar zijn nog heel veel woorden van die we nu nog steeds gebruiken. Deze kubus 2014, die is gemaakt naar aanleiding van taal van jongeren. Mensen tussen de 10 en 15 jaar, want dat zijn de mensen die op dit moment onze taal bepalen. En wat je nou ziet is dat van deze taal ook nog steeds woorden in gebruik zijn, maar dat er eigenlijk ook al woorden zijn die zelfs nu 2 jaar later al niet meer gebruikt worden. Dat gaat dus heel erg snel, dat proces. Bij de jaren 50 kubus zagen we dat dat veel langzamer gaat en dat er veel meer woorden zijn die nog steeds in zwang zijn, om het zomaar eens uit te drukken. De kubus uit de jaren 50 die heb ik staand, statisch op de grond gezet. In dit geval staat hij even op een sokkel. Dat heeft ermee te maken dat dat eigenlijk de taal is die al ontwikkeld is, die niet meer dynamisch is. Deze taal is een dynamische taal en vandaar dan ook dat ik hem heb opgehangen, zodat hij rondgedraaid kan worden. Hij kan zelfs heen en weer gezwiept worden, mocht dat wenselijk zijn. Dat heb ik heel bewust gedaan, want de taal die hierop gebruikt wordt, is heel veel taal die gebruikt wordt binnen de social media. En taal binnen social media, dat is eigenlijk taal die je ook terug kunt verwachten. Wat ik daarmee bedoel is dat datgene wat je op social media gebruikt, aan woorden, aan taal, maar natuurlijk ook aan scheldwoorden, dingen, nare dingen die je naar elkaar toe gebruikt binnen de social media, die krijg je heel snel en vaak ook nog versterkt terug. En vandaar dan ook dat dit een kubus is in een dynamische vorm. Ik ben Ton Koops, ik kom uit Gennep, uit Noord-Limburg en vanaf 65 woon ik hier in Zuid-Limburg. Eerst in Geleen en nu in Elslo. Vroeger was mijn hobby eigenlijk fotografie, maar door de jaren heen is dat ook door de drukke werkzaamheden is dat achterop geraakt en ben ik in mijn vakanties begonnen met beeldhouwen. Dat was in het begin alleen in steen en alleen echt in die vakantieweken. Vanaf 2001 ben ik er veel verder ingedoken. Ben in Elslo bij de Ruif gekomen. Heb daar mensen leren kennen en mentoren die mij wat verder geholpen hebben. Ik heb ook in die, vooral in die eerste jaren, 2001, 2010 ben ik verschillende keren naar Zuid-Frankrijk geweest, naar
beeldhouwcursussen onder leiding van een beeldhouwer. 14-daagse cursussen, daar heb ik eigenlijk ook erg veel van geleerd. Mijn naam is Hans Waarders, woonachtig in Maastricht en geboren in Elslo, Katzop. Ik ben ontzettend blij dat ik hier met mijn schilderijen in het Terpkerkje mag hangen. Om eindelijk eens een keer de beelden naast elkaar te zien. Want uiteindelijk hebben die een boodschap naast elkaar en verstevigen elkaar. In mijn werk is vooral de mens staat toch centraal, ook al is het soms abstract. In principe zie je overal eigenlijk wel mensen terug. Ook in dit beeld waar we hier voor staan, de War on Terror, zie je militairen in een landschap. Cruciaal is daarbij dat ik nooit tracht heel realistisch te werken, maar meer de figuren te vangen in de omgeving. We staan hier voor een van mijn laatste beelden die ik gemaakt heb. En om even de moeilijkheidsgraad aan te geven, althans zo heb ik dat ervaren. In dit beeld had ik een bedoeling. Hier, dit was nou vooraf een bedoeling die ik had bij dit schilderij. Ik wilde de schoonheid van de jeugd eigenlijk gewoon heel direct laten zien. Heel kaal geschilderd ook, absoluut niet dik. Heeft dit portret gewoon niet nodig. Dit is gewoon een schoonheid op zichzelf en al zijn kaalheid. Daartegenover wilde ik eigenlijk laten zien dat er ook ouderdom plaatsvindt. Maar had daar eigenlijk achteraf gezien de fout gemaakt om twee oud Miss Holland uit te kiezen. Die op zichzelf eigenlijk best knap nog altijd zijn. Maar ik wilde er ook niet bewust ze heel lelijk afbeelden, dus dat contrast wilde ik niet te groot maken. Toen een schilderij klaar was, waren met name de mannen die allemaal over de linkervrouw eigenlijk helemaal geporteerd waren, helemaal voorbij gingen aan het middelste figuur, waardoor ik eigenlijk mijn doel totaal voorbij schoot, want ja, ik wilde juist dat contrast hebben.